Mijn naam is Mikus Maathuis. Ik ben projectleider namens de gemeente Oldebroek en projectleider voor de verbetering van de stationsomgeving. Met name om het stationsgebied mooier en veiliger te maken. We gaan de in- en uitrit van de park en rides verplaatsen, zodat die verder van de spoorwegovergang komt, zodat de kans op stilstaande auto's op de spoorwegovergang kleiner wordt. We gaan het stationsplein herinrichten. De buurtbus komt dichter bij het perron te staan. De parkeerplaatsen die er liggen, die komen te vervallen. Die moeten in principe gewoon op de park en ruit parkeren. En we gaan er meer één geheel van maken. We gaan wat bomen en wat hagen toevoegen. Daarnaast komt op de stationsweg een linksafstrook voor de Zeven Heuvels. Zodat ook dat verkeer niet meer hoeft te wachten op ander verkeer als de spoorweg over dicht zit. En we gaan de fiets- en de voetpaden aanpakken langs de stationsweg. We gaan ze wat hoger maken ten opzichte van het asfalt. Zodat je ook veiliger kunt wandelen en fietsen langs de stationsweg. Het wordt zeker mooier, absoluut. Omdat? Nou, met name omdat we dus er meer één geheel van gaan maken. We gaan ook nieuwe bestrating leggen in het stationsplein. En we willen daar een bijzondere mozaïek van maken. Van allerlei verschillende kleuren tegels. Die ook al langs de stationsweg gebruikt worden. En daar willen we eigenlijk gewoon één mooi groot plein van maken. En het ook met name groener maken. Ja, aan de overkant van de spoorwegovergang gaan we de in- en uitrit verplaatsen van de park en ride. Want die ligt te kort op de spoorwegovergang. En dat is een onveilige situatie. Daarom zijn we in overleg met Mappamondo, met het Rode Kruis. Om te kijken of we daar een stukje kunnen aankopen. Zodat we de in- en uitrit verder van de spoorwegovergang kunnen leggen. Zodat er een veiligere situatie ontstaat. Ja, op het stationspleintje is het ook de bedoeling dat er nog iets komt van een kunstwerk. Het zou een bankje kunnen zijn of iets anders. We willen graag dat mensen uit Wezep en de hele gemeente Oldebroek daarover meedenken. Dus heeft u een idee wat wij kunnen gaan doen hier op het station? Neem contact met ons op met de klankbordgroep Wezep of met de gemeente. En dan kunnen we samen kijken of we iets bijzonders kunnen neerzetten voor het station. Nou, we zijn nu bezig met de uitwerking van het ontwerp. En het is de bedoeling dat we voor de zomer kunnen gaan aanbesteden, zodat we na de zomer kunnen gaan uitvoeren.